Nou, goedendag heren dames. Kanaal John Wick. Science fiction, parodie en fantasie. En nogmaals, heeft iemand het nummer van Willem Engel? Ik heb het idee dat Willem Engel niet helemaal oké is. En kijk, dit is geen gok. Dit is een Colombiaanse neus. En als ik corruptie snuffel, ruik, dan, ik bedoel, ik ruik iets. Ik denk dat hij een neppert is, onze Willem Engel. Hij wil ze graag in die praatprogramma's en dit en dat, met zijn rare dress. Scheer die kop kaal, het lijkt de zwabber die ik in de douche heb staan. Werkelijk waar, echt waar. Allemaal plukken eruit, weet je wel, een beetje vuil, ik spoel hem ook eruit, maar blijft een vieze zwabber. Ja, dus Willem Engel, ik ben er zeer benieuwd naar. Ja, met zijn politiek partijtje en weet ik veel wat, maar dan krijg je niks van de grond. Ik had Eldo van Veghel ook even aan de telefoon. Ja, die stom, het was zo dom om hem terug te bellen. Dan heb ik zijn nummer, maar hij heeft zijn WhatsApp afgesloten. En die kwam ook met een heel bullshit verhaal. En dat geldt zelfs voor Engel, dat geldt voor Lange Frans, Jeanette Ossenbaard, Moet ik doorgaan, Brian Roy, KNVB. Iedereen die zijn bek dicht houdt, iedereen, oh ja, en Lange Frits, Lange Frots. Oh, dat had ik al gezegd, hè. Misha Kat, wat een raadgever. Die ene Joost en weet ik voor wat is ook allemaal. Jongens, ja, misinformatie van disinformatieagenten. Heel fucking simpel, ABC. Nogmaals. Hey, als Van Haga en als FVD niet met de juiste data komt en als ze niet gaan hebben over echt ongezonde dingen in plaats van een of andere paniekgriep en allerlei beleid. Wat dit, welkom in de medische dictatuur, jongens. Ja, ja, is er iemand wakker? Dus, ja, ze lopen allemaal toneel te spelen. En dat geldt ook, ik hoorde van FVD dat er op een of andere manifestaties van hun, wat niet leeggeslagen wordt door ME... dat op een van die manifestaties dat Thierry Baudet had over de beerput van Demmink. Dat is niet alleen Demmink. Er zijn ook lokaal die satanisten en pedofielen en vrijmetselaars. Ja, heel fucking simpel. Want de elite krijgt het niet voor elkaar zonder lokaal daar mensen op de grond te hebben en die dingen doen. Ja, via Veilig Thuis, via de wet Hugo de Jonge, anti-kindermishandeling, wat ze omgedraaid hebben. En psychopaten en junkies en zedeklanten, pedo's. En kindermoorden zijn laten lopen, ja, als afleiding. Maar afvind, beroepsdeformatie, ik heb het nu weer even over dat stukje veiligheid en GGZ, maar een ander verhaal. Los van dat, over Van Haga, over allemaal, dat ze een discussie aangaan. Het is mooi uiteengezet in die zitting laatst, over dat er zoveel mutaties zijn. Klopt allemaal, weten we allemaal, dat is allemaal basic wetenschap, virologie. Oké, maar er zijn een hele hoop andere whitepapers, data, waar onder andere, nou even één referentie, heel makkelijk voor iedereen, waar Alex Jones, nou, en we hadden wat meer naar Alex Jones moeten luisteren, of wat minder toen de tijd, maar die hebt de data, dat synchroniseert compleet. Dus, komen die andere lui van Haga, FVD, komen ze niet met de juiste data, zijn ze neppers, en dat is gewoon Golden Dawn, ja, dat is die omgekeerde, dat is anti-metselaars. Vrijmetselaars, antimetselaars, maakt niet uit, all the same. Ja? Phoenix Order, Golden Dawn, samenwerken. Ja? Zij denken dat ze een beloning krijgen van hun bos. Hey Satan, de big boss. Maar net zoals bij communisme en bij allerlei andere regimes. Ja, bij Hitler of Stalin of wat dan ook. Als hij zijn staf niet meer vertrouwde. Iedereen werd afgemaakt naar de Gulag of assassinations, clippings. Ja? Dus ze hebben het niet voor elkaar. Niet. Biden is straks weg. 100%. Het woord Kamala Harris. Ze zeggen het nou op Predictive Programming. En we hebben dat al gezien in Iron Sky. Dus kijk Iron Sky 1 en kijk Iron Sky 2. Dan weten we weer wat meer over de holle aarde. En de naties op de maan. Dus. Het gaat om die reptilians. En zodat al die andere klanten ook. Iedereen dat ze niet de reptilians durven te benoemen. Dat ze niet de Illuminati durven te benoemen. Dat ze niet de Jesuiten, de Vrijmetselaars, Opus Dei, Club of Rome. Weet ik veel, CFR, als ze dat niet direct weten benoemen en niet die link maken tussen het cannibalisme, al die kinderen die verdwijnen en Hollywood wat gebouwd is op het bloed van kinderen, hè, waar ze ja, in Hollywood de hoogste currency, ja, waar in Hollywood waar ze betalen is kinderbloed, ze liepen met liters rond. Dus, ja, adrenochrome. Dus, wat nu ook voor iedereen
Ja, dat bijvoorbeeld een Lange Frans of een FVD of weet ik veel wat, met die Omzicht en anderen en Demmink en Opstelten en wie dan ook. Dat zeggen, oh, we weten niet wat er aan de hand is, we weten niet dat ze structureel kinderen misbruiken, vermoorden, hun bloed drinken, enzovoort, enzovoort. Ja, oh, wacht even, even politie Utrecht erop de lijn natuurlijk zetten. Hier, dankjewel. Nou, laten we het veilig houden in Utrecht. Maar er zijn natuurlijk een hele hoop, ik ken een hele hoop uniformen. Die alleen veters waard zijn om te dragen één keer. Niet in de schoenen bij eigen hand om nek graag. Ja, er zijn er al minder ontslagen. En een aantal van de jokers hebben wat ongelukjes gehad. Ja, karma, that's a bitch. En zo heet mijn zus. Mijn zus heet karma. En mijn broeder, mijn vader, God op aarde, mijn hoede, mijn herde. Die heet Jezus Christus. Nou, onze generaal komt eraan. En voor al die andere mensen die niet de juiste data hebben, maar dat voorhanden hebben. En dat in één keer kunnen presenteren. Hè, zoals die Thierry Bidet met zijn grote scherm en dit en dat. Beetje van die rottige rapliedjes erop sturen. Gooi er wat goede relevante data op. Hè, bijvoorbeeld over millimeterstraling, microstraling. Over GMO's, over aspartaam, over allerlei andere zaken. Over dat ze hoeveel patenten er staan op... patent van COVID-19, patent van 6 mars volgens mij, ebola, aids. Ja, er staan allemaal patenten op. Wat betekent dat? Waarom hebben ze dat niet over? Waarom hebben die lui die zogenaamd zo gestudeerd hebben en voor die politieke partijen en onze gecontroleerde oppositie, want het is geen oppositie, het is gecontroleerde oppositie, daarom presenteren ze niet de juiste data. Nou, dat komt ze duur te staan, met de ziel hebben ze al betaald en hun vlees komen we straks halen. En ze zijn allemaal de lul binnenkort. Ja. Dus, dit is het einde der tijden. Verheug u, stop blijdschap op blijdschap. Onze Heer en Heiland komt terug. Jezus Christus. En daar waar die vrede kwam brengen, Jezus Christus 2000 jaar geleden zo ongeveer. Waar het lam vrede kwam brengen, komt het lam nou oorlog maken. En ze allemaal kapot maken. Dus, tot de volgende aflevering.